Welkom bij de eindejaarscompilatie van GSTV. Gaat u er even lekker voor zitten, want het was een kut en klote jaar. En dat zetten we graag nog even op een rijtje. Het jaar begon nog best goed. Waren we namelijk net over uit dat het toch echt Aquasi was die opriep Zwarte Piet op zijn bek te timmeren, begint die vastgoedbelegger bij notabene de EO te stijgen als een volstrekt onbekende interviewer daarna vraagt. Meneer nam zelfs 2 laptops mee en dreigde die te vernietigen. Dat noemen we diefstal en dat lijkt mij strafbaar. Dat, ik meen het, hè? Nee, anders nee, ga nee, je nu maar, alles... Anders... Ik bedoel... Wil je deze kant op gaan? Nou, ik ben even... Stop maar. Mag ik even... Stop het. Nu. Kappen, jongens. Aquasi. Aquasi. Je gaat het nu eraf halen of anders heb je een probleem met mij. Aquasi. Luister. EO boos, maar wilde geen aangifte doen, omdat de heer zelf op Judgment Day uiteindelijk de straf bepaalt. Enfin, columnisten ook boos, Nederland ook boos, iedereen ook boos en Den Haag natuurlijk ook boos. En als we het hebben over het bedreigen van journalisten, of ze een onveilige omgeving geven, is dit nou het voorbeeld waar het volledig misgaat in Nederland? Die Aquasi die steelt, die bedreigt, 2 keer al. Dus en... we denken dat dat Aquasi is, hè? Hij zag er zo uit. Ja. Ik zal niet zeggen... Waarom niet? Hij zag er zo uit, maar het is de 2e keer en het OM vervolgt niet. Goed, iedereen dus boos. En wat krijg je dan in Nederland? Taakstrafje, paar weekjes brommen, flinke boete. Wel nee joh, veel erger. Dan krijg je in dit land gewoon een omroep. Alsjeblieft, en nou niet meer doen hè. En soms denk ik dat we met z'n allen, vooral als het gaat om het diversiteits- en het woke-gedachte, dat we allemaal knettergek beginnen te worden. Beste man, wil ook een publieke omroep beginnen. Ja, nou ja. Dat, en als hij veroordeeld is, lukt dat waarschijnlijk niet. Als hij niet veroordeeld is, zoals nu. Maar er loopt op jullie na natuurlijk heel veel tuig rond bij de publieke omroep. Dus dit kan er nog wel bij, zou je bijna zeggen. Als je als medeoprichter van de nieuwe omroep, waar je graag in de nieuwe concessieperiode bij de publieke omroep aan de slag wil, dan moet je dus straks ook gewoon als medeoprichter ook gewoon een veilige omgeving voor je eigen journalisten geven. En ik ben nog steeds aan het kijken, hoe kan je dat nou rijmen? Door zo om te gaan met EO-journalisten die je een interview geven, waarbij je straks een eigen omroep hebt, waarbij je eigen journalisten in dienst gaat nemen waarschijnlijk. Ja. Hoe ga je dat rijmen? Ja. Ik ben heel benieuwd. In Chips, Nootjes, Bier was toeslagenkoningin Renske Leijten te gast. Die toeslagenaffaire heeft dan net de kop van Asje gekost en die kreeg een functie elders in Apeldoorn. Dat is ook best erg. We knallen er eerst even in met het nieuws van de dag. Ja. Daarom heb ik mijn positie als lijsttrekker ter beschikking gesteld. Waar hij mee breekt, dat is de sorry-democratie, ja, die we al een aantal, ja, tientallen jaren zien, eigenlijk sinds Paars. Dat op het moment dat er iets fout gaat, waarvoor jij verantwoordelijk bent. Kijk, als er iets fout gaat tussen jou en mij, ik stoot tegen jouw knie, dan zeg ik sorry. Dat is in het persoonlijke verkeer. Maar als je verantwoordelijk bent als overheid voor iets, en dus als bewindspersoon, dan is sorry zeggen en ermee wegkomen, is echt sinds Paars een beetje gewoon geworden. Jan Marijnissen heeft dat de sorry-democratie genoemd. En dat het eigenlijk, ja, sorry is genoeg en dan kan je blijkbaar doorgaan. En daar breekt Asscher mee. En hoewel ik het inderdaad ook terecht vind inhoudelijk dat hij gaat, vind ik het ook inderdaad een persoonlijk drama. Maar ik vind ook dat zijn stap moedig is en eigenlijk navolging verdient. En navolging van kabinet, neem ik dan aan? Ja, maar ook met, dat betekent dus dat ik van het toneel verdwijn. Ja. Maar wat hij anders doet dan wat er tot nu toe in deze affaire, maar ook in de politiek gebeurt, is sorry zeggen en denken dat je door kan gaan. Uiteindelijk viel het kabinet, maar stond er 10 maanden later wel gewoon weer. Op 23 januari kregen we te maken met een heuse avondklok. Daar was nou niet echt iedereen het mee eens. En wat doe je dan? Dan ga je plunderen en slopen. Lekker spullen en werk van mensen die er werkelijk geen ene neuk mee te maken hebben, kapot stuk maken. Maar gelukkig kunnen de slachtoffers rekenen op de politiek, want het zal u wellicht verbazen, maar de politiek vond het echt heel erg verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk. 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 Het is verschrikkelijk, man. Het is verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Maar ook... Weerzinwekkend. Klootzakkerij. Stoort. Klootzakkerij. Taalgestoord. Verwerpelijk. Taalkrankzinnig. En natuurlijk ook... Waanzin. Geen goed woord voorover. Onaanvaardbaar. Het is echt waanzin. Ik vind het echt heel erg. Waar Den Bos en Maaike van de Primera veel meer aan hadden, dat waren wij. Nou ja, eigenlijk meer jullie. En wat vond iedereen ons ineens toch lief? Dus wij met een flinke check van jullie centen naar Maaike. We hebben het geheel samengevat in één plaatje. En we hopen dat dit in ieder geval in de openingsweek een leuk plekje kan krijgen. Dat mensen weten dat ze bijgedragen hebben. Dat iedereen die hieraan bijgedragen heeft, heeft bijgedragen aan jullie doorstart. En aan een goed gevoel hier in Den Bosch. En voor iedereen die
de dupe is geworden van wat er allemaal fout ging. Bij deze voor jullie, alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Het is zo enorm veel. En natuurlijk hebben we niet alles nodig en gaan we die netjes verdelen onder de ondernemers die ook getroffen zijn. Dat hebben we toen gezegd en die afspraak daar mag iedereen ons ook aan houden. En we zorgen ervoor dat dat transparant gebeurt en dat alles netjes ook verantwoord kan worden. Dankjewel. Het heeft nog best lang geduurd, maar uiteraard zit Thierry ook in deze compilatie. Het mag dan tot maart geduurd hebben, maar er kwam uiteindelijk ophef. Dit keer waren het weer appjes met dubieuze teksten over je kinderen die thuis moeten komen met een anders gepigmenteerde, of juist weer niet, en wat je daar dan van vond. Iedereen wilde daar het fijne van weten, wij ook. Maar vooral de reactie van Thierry was een, nou hoe zal ik het zeggen, een tikkeltje bizar. Maniakaal zelfs. Weet je Thierry, dan zie ik dat weer van, wil je dat je zus met een 9 thuis komt, is dat dan weer aangepast, gespoefd? Wat is dit nou weer? Weet je, ja, weet je, jij zegt hem, ja, ik ben geen racist en ik... Het is helemaal niks. Het is niks. Kijk, het gaat over... Moet je kijken. Kijk nou eens naar jullie zelf. Ja, dit is wat er nee, dus nee, nu... Nee, nee, dat is niet waar het om gaat. Het is niet het... zijn misschien wel de belangrijkste verkiezingen. Ja, dat is het elke 4 jaar, Thierry. Nee, dit is de vraag niet is, waar, heb je dat zo gezegd of niet? Partij... Heb je dat zo geappt? Ja, we gaan zo even op antwoorden, maar deze screenshot journalistiek, dit moet echt stoppen. Dit is nee, maar niet de schuld. Je moet niet de schuld aan de journalistiek geven als er iets verkeerds is gedaan. Kijk nou eens naar jezelf, jongens. Vertel nou gewoon eens wat er is gebeurd. Dan in plaats van de schuld te geven aan kartel, schuld geven aan media. Vertel nou gewoon eens wat er is gebeurd in je eigen woorden, in plaats van iedereen maar de schuld te geven. Ik ga helemaal niet in op deze... Maar waarom wil je er niet op ingaan? Hebben jullie ook over nagedacht... Wat voor een precedent hiervan uitgaat. Hè? Dit zijn dus de technieken van een totalitair regime. Om op deze manier totaal... Okay, die hadden we nog niet op de bingo-kaart afgeschreven, totalitair regime. Met valse beschuldigingen, met dingen out of context, dingen die wel of niet waar zijn. Maar en Thierry, dan maar een beetje zo te staan in, allemaal. Nee, maar help wat ons zijn dan. Dit voor intimidatie? Leg het dan eens uit. Dus wat zijn dit voor manieren... Om daar de feiten, hou nou toch op. Het gaat om, dames en heren, beste mensen van de pers. Jullie zijn toch allemaal zo bang uit voor de corona. Wereld. Waarom staan uit jullie de niet wereld. Op anderhalve meter? Jullie laten je allemaal gebruiken voor een kartelspel. Om de enige oppositiepartij in Nederland, de enige partij die op 17 maart echt iets anders wil doen. Om die in een heel onaangenaam daglicht te stellen. Met allemaal totaal belachelijke Thierry, dingen. Hallo, hallo, zijn we er nog? Deze screenshot-politiek. Jullie hebben maandenlang dit spel gespeeld. Zullen we het gaan hebben over de inhoud? Nou, Thierry, zullen we gaan hebben over ons dan? Onze plannen haal, voor Nederland? Haal het dan uit de wereld. Het zal u niet ontgaan zijn, maar er waren ook verkiezingen. En daar maakten we, zoals u inmiddels van ons gewend bent, een 7 uur durende live marathon-uitzending over. Met Hans en Theodor en Maurice en Frank en Siewert. En vooral die laatste zei toen dat hij dat geheel belangeloos zou doen. Je zag Kaag overal. Op een gegeven moment, als ik mijn ijskast opentrok, zag ik er ook. Het was gewoon overal zag je Kaag. En ik bedoel, het is een beeldschone vrouw en een ongelooflijk seksappeal. Maar zoveel. Of was dat mijn perceptie alleen? Had jij ook het idee dat zij wel echt overal was? Ik had bij twee mensen het gevoel, dan had ik bij Kaag het gevoel en bij Bobke Hoekstra. Kan iemand hier alsjeblieft een paaldanspaal op shoppen? Wordt geregeld. Ja? Ja, dankjewel, nou, lieve reageur. Ik weet niet wie het gedaan heeft, maar vooral Rob Jetten is dol enthousiast. Zie je ja, zeker. laten we afspreken dat we het zo photoshoppen dat elke zetel die erbij komt voor ze, dat er dan een kledingstuk uitgaat. En aangezien we nog steeds met dat corona zitten en er ook voorlopig nog niet van afkomen, vonden we het wel gelegen om eens te vragen wat het kabinet nou wel goed deed. Goeie vraag. Weet jij wat? Even denken hoor. Ja. Nee. Nou, ik moet heel lang nadenken. Nou, werkelijk helemaal niets. Dit is zo ongeveer de worst timing ever, Tom. Dus het gaat om het coronabeleid. Ja, moet ik er even een kop thee bij halen? Of? Nee, we komen er wel. Heb je even tijd nodig? Nou, jeetje, ja. Nee. Dit is gewoon een grote puinhoop. Dat kan niks meer normaal met deze regering. Ik vind dat er in de steunpakketten best
veel goede acties zijn geweest. Ja, wat doen we wel? Goed. Nou, ik ben op tijd op mijn werk. Nou, ze gaan de terrassen ooit weer eens opengooien. Ik doe iedere dag een stuk of 20 webexen. Als ik dan echt iets positiefs moet zeggen, dan... Ja, dan gaan ze vanavond weer een persconferentie doen. Ja. Nee, het spijt me echt verschrikkelijk. Normaal heb ik mijn antwoord altijd wel klaar, maar op dit punt... Dit is mijn meest moeilijke vraag ooit, denk ik. Nee, dat is er niet. En dan volgt er nu een blokje over mijn allerbeste vriendin in Den Haag. Sigrid Kaag. Het begon allemaal met een docu over haar zo belangrijke leven. Maar die had ze dan samen met de mensen van de VPRO gemonteerd. En daar wilde ik haar zo graag over spreken. Als ze nou maar eens 5 minuten zou blijven stilstaan. Ik vroeg me nou zo af of u... want u zei eerst, van gaf u de schuld aan uw ministerie. Nee, en daarna zei u, het was toch mijn verantwoordelijkheid. Nee, het is altijd mijn verantwoordelijkheid. Maar, ik heb uitgelegd omdat ik een vraag beantwoordde. Ja, we kunnen het in. Maar over dat verzoek dan, heeft u dat dan zelf gedaan? Was u daar zelf bij betrokken? Ik zie hoe thuis ze is in deze regio. Mevrouw Kaag. Mag ik u even kort spreken nu? Ja, hebben we er even was tijd voor? Ik heb mijn handen te wassen, maar dat kan. Ik wil wel even wachten. Nee hoor. Nee, maar nou ja, er is veel gebeurd. En toen vroeg ik me toch ook wel af, hoe komt het nou? Goed, ja, er komt nog iemand bij. Dat u eerst zei dat u er geen weet van had. En later zei u, ja, het was toch niet de schuld van het ministerie. Het is een beetje ingewikkelder dan u het voorstelt. Ik heb er gisteren uitgebreid woordvoering over gedaan. De afspraken zijn gemaakt vanaf het begin met het ministerie, naar de hand Buitenlandse Zaken. En de opmerkingen die zijn meegegeven zijn natuurlijk altijd onder mijn verantwoordelijkheid. De kwalificatie is dat ik niet wist of er nou gemaild of gebeld was. Maar ik ben uiteindelijk natuurlijk verantwoordelijk. En ik ben vandaag voor een heel belangrijk debat over snap de veiligheid ik, van dat snap Nederland. Snap ik, maar dit is even niet. Ja, nou dan wachten we even tot uw handen heeft gewassen. En toen was er nog het Afghanistan-debat. Want alle jezus, wat heeft ze daar lopen blunderen. En dat kostte uiteindelijk haar de kop. Alleen zin om het journaaien erover te woord te staan, dat had ze niet. En ze had het nog zo beloofd. Hele bizarre actie is dit. We zitten hier al de hele dag te wachten op het debat over Afghanistan. Mevrouw Kaag heeft een aantal vragen moeten beantwoorden. Die zat met de rest van de Kamerleden en de minister en de staatssecretaris in die zaal, de Troelstra-zaal. Maar op een gegeven moment komt het moment van de tweede termijn. Dan gaan ze overleggen en dat doen ze nu hier in de Thorbeckezaal met hun mensen. We staan hier te wachten en op dat moment komt er iemand van het ministerie, een persvoorlichter, zoiets, komt naar buiten en die staat ons te woord en zegt, joh, hebben jullie vragen zometeen? Mevrouw Kaag heeft wel even tijd om jullie te woord te staan. Nou, dat wordt zeer gewaardeerd, want dat is tenslotte ons werk. Dus wij staan hier keurig te wachten, hier hebben we meneer Kuzoe, totdat mevrouw Kaag naar buiten komt. Wat er dan gebeurt, is heel bizar. Want die meneer die komt weer naar buiten en zegt, ja, ze is al weg, ik weet ook niet waar ze heen is. Die is dus, loop er even mee. Helemaal via de andere kant. Via, even kijken, moet ik het wel goed zeggen. Via deze deur is ze eruit gegaan. En is ze dus zo, via de achterkant, zonder dat wij het konden zien, is ze daar, is ze weggegaan. Waarschijnlijk of naar de formatiedingen heen gegaan of wat dan ook. En weet je... Prima dat je ons haat, snap ik. We kunnen af en toe ontzettende lul zijn, klootzakken. Ik vind, weet je, en dat je wegloopt, dat vind ik al schofterig. Maar dat je iemand, een persverlichter, naar voren stuurt om glashard tegen ons te liegen, te zeggen dat je ons zo te woord staat, vervolgens via een omweggetje, zodat we niet kunnen zien, eruit naait, dan haat je de burger en de journalistiek echt goed. Dagje later, nog eens proberen. Komt dus die persvoorlichter ons te woord staan? Nee, dat zei ik niet. Ik stond te wachten tot ze naar buiten kwam en ze is via een andere deur weggegaan. Dat is het enige wat ik. Nee, we gisteren weer naar ons toegekomen, naar mijn cameraman en naar SBS en naar Nieuwsuur. En gezegd, wat zijn de vragen? Dan kan ze voorbereiden en staan ze jullie zometeen te woord. Ja, en ik dacht dat ze uit die deur zou komen. En dat is ja, dus is gewoon weg. Dat is gewoon weggesneed. Dat nou, is het dan. Nou ja, dat weet ik niet. Ik stond toch ook voor die deur. Maar waarom? Ja, maar, nee, maar, okay, dan wil, ja, communiceren jullie dan verder niet. Ik kan niks anders doen dan kijken dat ik haar kan opvangen als zij het op een andere manier eruit voert. Het heel cheap. Nou, het is geen truc of wat dan ook. Vertrouw maar erop. Dat kan heel. Ja, nee. Als je dat denkt. Je moet gaan vertrouwen. Nee, maar dat is niet. Mijn werk is ook wantrouwen natuurlijk. Okay. En daar scherp in zijn. Maar ik vond dat niet tof. Als je dat naar ons toe komt en zegt, geef even de vragen door. Dan kan ze zich voorbereiden. En vervolgens gaat ze via de andere kant. Nou. Excuus, ik kan er niks aan doen. Maar je ziet hoe druk de Nee, ik snap dat ze druk is. Ja. Maar we hadden natuurlijk ook vragen.
Snap ik. Kan ik die aan jou stellen, die vragen? Nou, ik kan in ieder geval niet voor de camera dingen doen. Dus dat, mijn collega's kunnen je ook helpen. Ik zit nu daar bij de debat. Dus ik kan je nou even niet verder helpen. Maar als je dingen hebt, kom bij me. En excuus als het zo is gelopen. Dat is niet mijn bedoeling. Het is ook geen kwade opzet of wat dan ook. Dat zeker niet. Oké, dankjewel. Ja? Okay. Omdat de Tweede Kamer gerenoveerd wordt, zitten we tijdelijk in een ander gebouw. En daar krijgen we van de heer Bosma nog een korte uitleg over de kunst die ze daar hebben opgehangen. Wauw, zeg wel. Ja, het is dus een postmoderne inkijkje en interpretatie van wat wij hier doen. Hè. Dus, leg die maar even uit. Nou, het is laat romantische diversiteit waar dit voor staat, denk ik. Dit zijn alle landen. Oh, alle landen, wat leuk. Waar het zand wat erin verwerkt zit vandaan komt. Nou ja, dat sluit natuurlijk mooi aan bij die klompen klei die we in de plenaire zaal hebben. Dus we hebben hier het zand en daar de klei. Denk ik dat het één geheel geeft. Dat denkt u? Interpreteer ik als mens zijn, als kunstkenner. Als kunstkenner, ja. Nee, veel dank voor de rondleiding, Tom. Ja, dan is nog, binnen heb je nog de muur, de Sigrid Klaagmuur. De klimmuur, wordt het ja, dat is dus omhoog klimmen en naar beneden trappen. Ja, mooi. Ja, oké, maar kun je daar echt op klimmen? Zou je dit thuis ook ophangen? Nee, ja, in de garage misschien, als je aan het klussen bent of zo. Maar om je gereedschap maar vast te timmeren. Ja, weet je, gewoon rechts je nijptangetje en zo. Nee, dat is het niet. Maar ja, goed. Kan niet anders. Overigens werd de ingebruikname van het tijdelijke gebouw nog opgeluisterd met wat fijne demonstranten, waar werkelijk geen zinnig woord mee te wisselen was. Heb je het naar je zin vandaag? Ik wel. Ja, zeker. Hugo de Jonge heeft bloed aan zijn handen en hij komt voor een tribunaal. En dat doodstraf komt voor hem. Nou, vind je dat niet heel ver, de doodstraf? Nee, absoluut. Als je jezelf niet goed informeert, niet op zoek gaat naar de waarheid, dan kan je niet goed geïnformeerd zijn en dan kan je... Kan je ook verkeerd geïnformeerd worden en dan een andere waarheid krijgen? Nou, dat je iets gelezen hebt wat door andere mensen bevestigd wordt, misschien niet helemaal klopt. Nou ja, het ligt eraan, zijn die mensen dan de waarheid spreken of zijn die mensen dan populair? Praat niet met de media. Maar we kunnen je wel horen. Nee, niet doen, dat is nergens van. Dat is wel waar. Nee, niet aan de spullen zitten, hè. Dat hoeft helemaal niet. Nee, ik ben ten eerste helemaal niet van Po-nieuws. Ik ben niet van Po-nieuws. Maar je hebt journalistiek. Rutte me oprotten met zijn kaag en zo weet ik van wie je allemaal. Gewoon opzouten, weet je wel. Nou is het klaar om weg te wezen. En waarom? Gewoon omdat je hebt alles verneukt, toch? Al jarenlang, weet je wel. Hij zit iedereen wat voor te liegen, jongen. Oprotten met. Hoe komt het dan toch dat iedereen maar op hem stemt? Hij is wel de grootste partij. Jongen, er stemt niemand op hem, weet je wel. Wie is dat dan? Dat is gewoon zijn kutcomputer, weet je wel. Mijn vader heeft bijvoorbeeld met het gemeentehuis gezien dat ze dus stemmen al aan het tellen waren voordat de echte verkiezingen waren. En ik weet zeker dat er al gesjoemeld is, weet je. In Amerika komen al bewijzen naar buiten dat daar ook gesjoemeld is. Weet je niet dat D66 Kaag en diegene die komt even niet op zijn naam. Maar dit is wel een goede dag, hè? Ja. Ik ben zo klaar met die demonstraties. Maar goed, we springen even naar de algemene politieke beschouwingen. Waar mevrouw Kaag, die net een week daarvoor moest aftreden, zelf niet aan deelnam. En dat vond Wilders. Ze is bang, ze is laf. Ik had me vooral verheugd ook om debatten met haar. En dan niet alleen maar Wilders Kaag, maar ook gewoon een beetje wat is er allemaal gebeurd die weekenden. En nou ja, weet je, in de campagnetijd zat ze ongeveer iedere dag met haar neus op NPO 66. Maar hier in de Tweede Kamer is ze bij de belangrijkste debat van het jaar Duitse. En dat vind ik, ja, ik vind dat zo... Wat heeft ze daar als reden voor gegeven? Bang. Ja, denk gewoon angst. Maar daar was ze dan toch ineens. En dat is gek, want als je niet meedoet, blijf dan ook gewoon weg. U zou niet meedoen, dan bent u er toch. Ja, ik ben op de fractiekamer, ik heb andere dingen te doen. Ja, maar u kwam er wel heel goed gepland na Wilders. Ik kwam even luisteren naar Sophie Hermans, een coalitiepartner. Van, als ik niet meedoe, dan blijf ik ook gewoon lekker thuis. Nee, dat ik ben gewoon uit werk gegaan. We hebben een volle dag. En wat vond u van de betoog van meneer Wilders? Ik heb er niet naar geluisterd, want het is heel voorspelbaar. Ik denk dat hij naar de dokter moet. Ja, uw handen jeukten dan niet? Nee hoor. Maar hij moet naar de dokter? Het is het luisteren niet waard. Het is pathologisch. Prima dat je het blijkbaar pathologisch vindt, maar zeg dat dan in het debat tegen Wilders zelf. Wat was er verder nog tijdens die APB? Oh, het ging ineens over drugsgebruik. Bij de D66, u weet dat nog van campus, dat ze kookresten vonden bij jullie op de wc. Oh, echt waar? Oh. Nou, niet te vermoorden ons gebouw, Rob Jet, of zit u meer aan de poppers? Nee, maar kijk, het ging natuurlijk over veiligheid. En dan moet je het ook hebben over drugscriminaliteit. En wat D66 betreft, ga je dan drugs beter reguleren? Zodat ze die criminelen legaal maken. Ja, het verdienmodel bij de criminelen uit handen slaan. Ik heb het één keer gedaan.
met een vrouw. En toen dacht ik, Baudet, dit vind jij zo lekker. Dit moet je nooit meer doen. Wat slim. Dat moet ik de platte vragen. Dat heb ik nooit meer gedaan. Heb je het vanaf de titel afgesnoven? Of? Nee, daar ga ik echt geen enkele... Sorry. Ik moet gaan. Nee, even mijn voorlichter zegt dat ik nu moet gaan. Vergeten we nog bijna dat Wilders dit jaar veroordeeld is vanwege zijn minder uitspraken. En ja, dan is ineens de hele Nederlandse rechtspraak failliet. Ja, u zegt het is failliet van de rechtsstaat. Ja, dat is het. Ja, ik kan me voorstellen dat u het ermee oneens bent, dan zou u het ook niet ver aanvechten. Nee, het is failliet. Maar, het is failliet, was, nogmaals wat ik net tegen uw collega zei, als iemand als Akwasi, gewoon een burger. Ik ben ook gewoon een burger. Als iemand als Akwasi mag oproepen tot moord, mag aanzetten tot geweld, en omdat hij bevriend is in een bestuur zit met een officier van justitie, dat hij dan niet wordt vervolgd, laat staan, veroordeeld. Nogmaals, oproepen, aanzetten tot moord heeft hij letterlijk 3, 4, 5 keer gedaan tot vorig jaar aan toe. Toen zou hij iemand in zijn gezicht trappen of iets dergelijks. Daarvoor was het moord en schieten en weet ik wat allemaal. En dat mag allemaal als je aan de goede kant van de streep staat in politiek Den Haag. Als je aan de kant van de linksliberale elite staat, dan mag dat. Dan kan je een officier van justitie en dan wordt gezegd, nou weet je, het is te lang geleden of hij bedoelde het niet zo of hij heeft spijt betuigd. En dan kom je er gewoon mee weg. Kabinet, ik heb het hier in de Kamer geprobeerd, Rutte die heel veel mensen toeslagen, tienduizenden slachtoffers van de toeslagenaffaire in de vernieling heeft gebracht, die aftreedt, maar gewoon blijft zitten en dadelijk weer premier van Nederland wordt. Ambtenaren, politici die gewoon blijven zitten, niet worden vervolgd. Mevrouw Kaag die manipulerend met belastinggeld een documentaire heeft gemaakt, daarover heeft gelogen en dat nul repercussies van heeft. En dan een Kamerlid die een vraag stelt. Hoe onschuldiger kan het zijn die een vraag stelt over Marokkanen, waaruit dezelfde dag en een jaar daarna bleek Maurice de Hond dat 43% van de Nederlanders, dat zijn iets van bijna 10 miljoen mensen, dat het ermee eens zijn, iets minder. Dat is willekeur. Dat is willekeur in een politiek aangestuurd proces waar ambtenaren en ministers zich mee hebben bemoeid, waarvan ik nog steeds de notulen van die ministerraad niet heb kunnen krijgen. Het is willekeur, het is politiek en het is gericht op de oppositie. Als Rutte een commentaar heeft op Orbán, moet hij heel goed in de spiegel kijken. Of anderen, of Poetin, of zo, hoe zij met de oppositie omgaan. Hij gaat in Nederland erger om met de oppositie als in die landen. Voor mevrouw Kaag heks noemen, biedt hij overigens keurig zijn excuses aan. Aan de heksen wel te verstaan. Zij is degene die mij in ieder debat, en dat mag, vind ik ook leuk, sla ik ook terug, die zegt dat de PVV nooit, dat ik nooit, toen ik haar de maat nam, dat zij het vliegtuig nam naar Luxemburg. Toen zei ze, ja maar, u zal nooit in dat vliegtuig komen, want uw partij zal nooit gaan regeren. Nou, ze gingen een paar keer op en neer, dat mag allemaal. En iemand die altijd een grote mond heeft over mensen uitsluiten wat niet mag en inclusiviteit. En ondertussen de PVV als eerste ongeveer uitsluit nog een jaar voor de verkiezingen. Mag ook allemaal. En dan zo'n kop van, we moeten, ik weet niet meer in mijn hoofd, dan netjes zijn tegen elkaar, naar elkaar luisteren. En dat uit de mond van haar. Dus ik dacht, weet je, ik kan er heel inhoudelijk op reageren. Doe gewoon met één woord, daarmee zeg ik alles. En dat is gewoon heks. En nogmaals, excuses aan alle heksen in Nederland, want ik heb ze niet willen beledigen met deze vergelijking. Maar ik vond het wel pakkend, ik vond het ook wel grappig. Dus ik dacht, laat ik dat gewoon doen. Ineens was er schijnbaar een Spaans koppel kwijt, wat positief getest zijn en net uit Afrika kwam. En dat werd me nogal een verhaal. Fulltime domme kut, burgemeester Schuurmans ging even lekker lopen schreeuwen, maar had moeten doen wat onze Spartacus wel deed. Gewoon even praten met de mensen. Because with the corona thing, law is changing every 10 minutes. Yeah, but also the thing is, the law didn't change until after you left your hotel. So technically you really? Didn't, yes, you didn't break the law by leaving the hotel. The law didn't change until we left the hotel. So they changed the law in the... Okay, thank you for the info. Yeah, that's first news. From my understanding, that's what happened. Okay, let's stick with your story. Right? So you're off the hook with the law, but you do have to go into quarantine at a hospital 2 hours away. That's what they presented. Well, they just said they were making me a PCR, but I had to go 2 hours away. That's amazing. Maybe just in Haran that we have PCRs available. Okay. I don't know. So let me ask you this question. When you went to that hospital for the PCR, as I understand it, did you know you had to quarantine there mandatory? No. That's the story. The story is strange. from the beginning. From the beginning is very, very strange. So you didn't know you would have to quarantine at the hospital that you were being driven to? No, they told us you have to go there and do your PCR. Hmm.
You know that, by the way, we said, yeah, we have two conditions if we go with you. A PCR and a hot meal, because we were eating bread every day. We eindigen met de formatie. Die duurde best lang, zeker als je uiteindelijk toch weer uitkomt bij hetzelfde clubje, wat toch niet voor niks had moeten aftreden. Dus niks hier scheiden onze wegen. De rest die gelooft er niet zoveel van, die oppositie. Nee, Misschien buiten. Zeker, omdat vertrouwen gaat te paard en komt te voet. Dus ja, je moet heel hard werken. Ook met wat u zegt natuurlijk. Hè? En u weet waar ik natuurlijk op doel. Dus ik was niet, nooit meer met Rutte. Vervolgens wel dan onder een mond de verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dat doet het vertrouwen geen goed. Nee, maar dan heb ik wel in het openbaar. Dus als je soms iets te snel iets zegt waar je dan op reflecteert, dan moet je dat in het openbaar ook doen. Dat heb ik gedaan. Ik heb gezegd, ik was te snel. Maar wat ik toen wilde en wat ik nu wilde, is een omslag in die overheid. Ik wil een andere overheid. Ja, een dienstbare overheid. Snapt u dan dat het publiek ook heel erg denkt, oké, iemand zegt dat en mevrouw Kaag die zei ook, okay, onze wegen scheiden. Ja. Vervolgens komen we weer op terug. Dat komt niet sterk over. Nee, maar, dan hebben we het over een overheid die echt verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Ja. En dan ziet u diezelfde koppen er weer. Komen nooit meer van jullie af. We hebben hier 9 maanden met de ruggen naar elkaar toegestaan. En dan kan ik stiekem mijn eigen gelijk. Dan kan ik altijd gelijk hebben en altijd consistent blijven. Maar als er niet wordt samengewerkt, komt het niet goed met het land. Dan had ik toch gedacht om dat gewoon 9 maanden geleden gelijk te gaan doen. Daarom had ik er iets langer over moeten nadenken. Maar wat mij toen drijft, dat drijft me nu. Ik wil een omslag in die andere overheid. Een overheid die mensen niet vermaalt, maar die dienstbaar wordt. Ja, en dat wordt dan show don't tell. Dat moeten we dan gaan zien. Nou, dus we gaan het heel erg in de gaten houden. Ik moet hier niet te veel tegen jou praten, maar ik moet gewoon daar laten. Ja, ga eens aan het werk. Hup. En er gebeurde nog veel meer, ik weet het. Er werd gesproken over tribunalen, vergelijkingen met de Holocaust gemaakt en ga zo maar door. Pieter, die ging voor een politieke partij elders. Mona, die zoekt nog steeds naar iets elders. Maar eigenlijk wilden we een heel kabinet elders. Maar we zitten gewoon weer met hetzelfde flutkabinet opgescheept. Met wel één lichtpuntje. Hugo zien we in ieder geval als minister van Volksgezondheid nooit meer terug. En dat is voor onze gezondheid de enige winst dit jaar. Enfin, nu ga ik eens fijn 2021 wegdrinken. Ik groet u van harte. En als het een beetje mee zit, tot volgend jaar.